Welke drie tips heb jij voor beginnende makers? Ik denk dat het belangrijk is om geduld te hebben. We hebben best wel zo'n leven in een cultuur waarin je op je 23ste al je bestseller of prijswinnende film gemaakt moet hebben. En ik denk dat je niet te veel moet laten opfokken, zeg maar, door die druk. En gewoon je tijd moet nemen. Het is ook, prijzen zijn niet belangrijk. Concentreer je op wat jij tof vindt om te maken. En dat is denk ik misschien ook meteen mijn tweede tip. Dat je echt op zoek gaat naar je eigen stem en naar de dingen die jij wil vertellen. En dat klinkt als iets heel makkelijks, maar ik denk dat dat eigenlijk nog misschien wel het moeilijkste is om achter te komen. Ja, kijk dan ook naar je soort van eigen interesses, maar probeer dat ook in de wereld te vinden. Dat is mijn tip 3, denk ik. Kun je meer vertellen over je eerste film en hoe je die hebt gemaakt? Heel Nederland viert feest als Sinterklaas en zijn Pieten weer in het land zijn. Maar voor mij is het een periode waar ik tegenop zie. Dansende zwarte Pieten op straat, ik vind het maar rare figuren. En dus ga ik op onderzoek. Ik liep al een tijdje rond met het idee om iets te maken over Zwarte Piet. Het was dus in 2012 heb ik dat tweeluik gemaakt. En in 2011 waren Quincy Gario en Jerry Afrije gearresteerd. Er was niet een directe reactie, een directe verontwaardiging, collectieve verontwaardiging over het feit dat dat gebeurde. Wel in mijn Facebook-bubbel, om het zo maar te zeggen. Maar ik dacht van ja, maar dit moet toch een soort van nationaal nieuws zijn. En dat was het niet. En dat heeft natuurlijk allerlei redenen. En dat is ook heel confronterend. Vertel eerst even waarom je zo geëmotioneerd raakte. Ja, ik voel me gewoon een beetje alleen in deze discussie staan. Dus ik krijg overal te horen van het is traditie. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ik mezelf moet aanpassen en mijn normen en waarden moet aanpassen aan die van de rest van Nederland. Ja, ik bedoel, op heel veel gebieden kun je gewoon je aanpassen en meegaan in de dingen die van je verwacht worden, maar ik vind niet dat je je overtuigingen moet opgeven. Maar ja, je kunt je dan boos gaan maken over, nou, waarom is er niet meer aandacht voor zwarte onderwerpen? Maar ik denk gewoon, dan maak ik ze. Go! Ik denk dat je in een Fadlala-film best wel veel voorgeschoteld krijgt. Het zijn vaak snelle films qua montage. En ik denk ook dat ik best wel vaak eigenlijk meer introverte hoofdpersonen heb. Het is als maker, ik maak het mezelf daardoor misschien ook wel moeilijker, want het is makkelijk om gewoon een hoofdpersoon te hebben die in volle zinnen praat en zijn hele gevoel op tafel wil leggen. Ik vind juist belangrijk dat je ook kijkt naar de manier waarop mensen iets zeggen, hoe ze daarbij kijken of wat ze dan aan het doen zijn, dan dat het echt gaat om wat er allemaal gezegd wordt. Dus er wordt eigenlijk best wel veel niet gezegd in mijn films. Waardoor, ja, daar moet je wel van houden, zeg maar. Ik heb wel eens gehoord van, nou, die hoofdpersoon uit Dat Haar bijvoorbeeld, die spreekt volgens mij, een paar zinnen echt, zeg maar, dat de camera, zeg maar, op haar gericht is en ze iets vertelt. Hi, Kelly. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Met jou? Ook goed. De rest van de film is eigenlijk gewoon, je moet het uit observatie halen. En ik doe nu wel meer met interviews en muziek. Daarin wordt ook heel veel gezegd, de montage. Maar het is dus een soort van, ja, optelsom. Nee, mijn vorige film Candice, over een jonge DJ Candice. Een meisje van 15 wat op grote festivals draait. En ze draait hip-hop, R&B. House. En zij heel vaak wordt, zeg maar, het is muziek die veel op Phonics en zo wordt gedraaid. En vaak als je dat ziet is het, oh, ga nu naar een soort van urban event. En dan worden mensen in beeld gebracht op een manier
dat je voelt dat de maker eigenlijk niet zoveel weet van die cultuur. Ja. We gaan even allemaal plat. Candice on the wheel. En zelf ga ik vaak naar festivals. Voor mij is het eigenlijk, ik ben gewoon een soort van thuis als ik bij haar meega op een festival. En ik denk dat je dat op de een of andere manier ook voelt, zeg maar. Het belang van muziek in die film. Muziek is ook, zeg maar, een soort van, ook een hoofdpersoon zou je kunnen zeggen. En die soort van organische manier van in die wereld zijn, dat je als kijker eigenlijk zelf misschien de buitenstaander wordt dan dat de mensen op het scherm dat zijn. Dat is iets wat ik probeer te doen. Welke docu uit je oeuvre was het moeilijkst om te maken en waarom? Ik denk dat de documentaire die ik nu aan het maken ben het moeilijkst was om te maken, omdat die gaat dus over een groep folkdansers uit Rotterdam. En één hoofdpersoon in het bijzonder. En dat is eigenlijk een scene die, er zijn al films over gemaakt. Paris is Burning is het bekendste voorbeeld. En Kiki onlangs uit 2016. En in al die films is eigenlijk het centrale thema van de buitenwereld is onveilig. En in de ballroom scene, in de Vogue scene, vinden wij familie, vinden wij een thuisgevoel. En dat is natuurlijk ook, speelt dat bij deze groep jongens. Alleen wilde ik een film maken waarin dat niet in interview zozeer gezegd werd, maar waarin je dat zou voelen. In de ballroom scene kan je zo echt een superster zijn. Je kan bij wijze van gezien worden als de Beyoncé van de ballroom scene. En dat is me nu gelukt, zeg maar, aan de hand van een beetje een soort van collagestijl. Waarin observerende scènes worden afgewisseld met gedichten of dansscènes. En op die manier probeer ik mensen een beetje te laten voelen op welke manier ze de dansers zich thuis voelen in de omgeving die ze zelf gecreëerd hebben. Ik vind de Amerikaanse regisseur Terrence Nance een hele goede filmmaker die ik wel bewonder. En wat ik mooi vind aan zijn films, hij maakt voornamelijk fictiefilms, is een best wel dromerige stijl. En ook wel, er wordt ook zeg maar heel veel gezegd, maar niet gezegd in zijn films. En voor de Vogue-documentaire die ik nu aan het maken ben, ben ik erg geïnspireerd door Marlon Riggs. Dat is een, het zijn trouwens allebei zwarte filmmakers, maar dit is een zwarte filmmaker die in de jaren 90 al overleden is. En die heeft Tongues and Tide gemaakt. Dat is een documentaire die eigenlijk over hemzelf gaat, want hij was een zwarte activist, gay activist en hij heeft eigenlijk een soort van persoonlijk document gemaakt over hoe hij de wereld ervaart als zwarte gay man. Mother, do you know I roam alone at night? Wearing colognes, tight pants, chains of gold. Searching for men willing to come back to candlelight. Dus ik heb gewoon gekeken naar wat is zijn verhaal, hoe is die blik op de wereld. Dat was wel belangrijk voor mijn research. Om dat wat beter te gaan begrijpen als zelf heteroseksuele vrouw. Dat is eigenlijk verschillend. Soms heb ik een thema wat al langer in mijn hoofd zit. Bijvoorbeeld kroeshaar was iets waarvan ik wist van oké, ooit ga ik daar iets over maken. Ik wist alleen niet echt in wat voor vorm. En
toen ging ik gewoon dat onderwerp researchen en kwam ik via via uit bij geadopteerde kinderen die dus witte ouders hebben en zich geen raad weten met kroeshaar. En het is blijkbaar een issue, dus dat, toen vond ik mensen in Friesland die daaraan mee wilden werken. Oh, sorry. En bijvoorbeeld, mijn laatste film was ik eigenlijk gewoon op een feestje en beland. En daar werd ineens gewookt. En toen dacht ik van, oh, ik ken dit uit films, maar wist eigenlijk niet dat we dat in Nederland hadden. En ook niet dat het nu was. Want ik ken het als iets uit de jaren 80. Gay subcultuur in New York. En toen dacht ik, oh, we hebben blijkbaar in Nederland ook een woke scene. En dat bleek ook best wel een grote scene te zijn. En ik was net naar Rotterdam verhuisd. En toen bleken daar heel veel wokers. Eigenlijk de jongens die mij tijdens het feest opvielen, bleken allemaal Rotterdammers te zijn. Dus toen dacht ik, nou, it's meant to be. Wil je meer weten over deze documentaire? Ontdek het op tweedok.nl.